ja, levert het geld op of gaat het heel veel geld kosten? Ook zomaar een vraag. En die kan beantwoord worden door Bjuwe Geertsema van het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Lagere Overheden. Meneer Geertsema, als u dit ziet, een grote taat, Groningen, die gaat in 6 stukken. Dat is schaalvergroting op heel grote schaal. Schrikt u ervan? Nou ja, ik schrik er niet van. Ik had het een beetje aanzien komen. Kijk, de Groningse gemeentes zijn natuurlijk gewoon heel klein. Dus wat dat betreft, ja, is het bestuurlijk gezien is het wel een, lijkt het me wel een logisch advies. Want even uw rol van het onderzoekscentrum, zeg maar. Ja, wat onderzoekt u precies? Nou, wij hebben onderzocht of herindelingen nou ook geld opleveren. Of anders gezegd, of gemeenten die zijn heringedeeld, of die nou ook minder geld gaan uitgeven. Want dat is eigenlijk de verwachting. Althans, dat wordt door het kabinet wordt dat ingerekend. En we hebben gekeken of dat inderdaad zo is. En wat we hebben gevonden is eigenlijk dat gemeenten na een herindeling eerder meer geld gaan uitgeven dan dat ze minder geld gaan uitgeven. Dus eigenlijk het omgekeerde effect van wat verwacht wordt. Dan moeten ze zich hier misschien nog wel even achter de oren krabben als je dat zo ziet. Van 23 naar 6 gemeenten. Ja, nou, je moet dan in elk geval, je moet je niet rijk rekenen. Je moet niet denken van, nou, we gaan dan ondertussen ook heel veel efficiëntiewinsten behalen. Dat is in elk geval nog niet gevonden. En wij hebben eerder het tegenovergestelde gevonden. Dus wat dat betreft, je kunt om bestuurlijke redenen kun je ertoe besluiten. Maar als je financieel kijkt, dan moet je echt oppassen dat je niet te optimistisch bent. U kent dit rapport niet specifiek, maar uit eerdere onderzoeken is dat wel gebleken. Waar zitten die kosten dan ineens in? Nou, die kosten, het kan gewoon zijn dat grotere gemeenten gewoon minder efficiënt zijn. Dat er gewoon meer proceskosten bijkomen. Het kan ook zijn dat gemeenten na een herindeling wat krachtiger worden en daardoor meer ambitie krijgen. Dat ze daardoor gewoon besluiten om meer te gaan doen. En daar kan ook een deel van die uitgavenverhoging in zitten. Maar ja, het kan dus ook gewoon in kosten, kosteninefficiëntie zijn. Het staat misschien een beetje haaks op wat heel veel mensen denken. Dat schaalvergroting dan ook gepaard gaat met bezuinigingen. Wordt er nou veel van uw centrum gebruik gemaakt? Althans van de expertise? De uitkomsten die wij nu hebben gepresenteerd. Die zijn als zodanig zijn die niet meegenomen in de besluitvorming. Het wordt een beetje afgedaan met het zijn uitgaven. Dus het zijn die effecten van en kosten en wellicht verhoogde ambitie. En om die reden wordt er eigenlijk niet verder naar gekeken. Het kabinet die berekent nog steeds dat ze uiteindelijk 1 miljard op het gemeentefonds kunnen bezuinigen. Puur omdat ze gaan opschalen. Dus wat dat betreft wordt het wat opzij geschoven. Ik heb behoorlijk wat bestuurders gesproken vandaag die niet meteen heel blij zijn met schaalvergroting. Dus misschien kunt u nog een paar visitekaartjes uitdelen straks. Ja, ik zal mijn best doen. Ik zal nog even wat rondlopen straks. Succes. Bedankt.